Zoek even samen naar het slachtoffer, want ik vind geen slachtoffer, ik zie niemand liggen. 1202 OC, kom er dan. 1202 OC. Wie spreekt de politie? Zet uw voertuig op de vluchtstrook. Goed, we gaan de reanimatie starten. De reanimatie is gestart, gaan we om ons te plaatsen. Wat doe je nou? Kom hier. Wow, wow, wow. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP voor morgen. Vandaag, zoals jullie zien, in de nieuwe Vito van het ministerie van Mods. Ja, al een tijdje uit. Maar ik heb er nu pas echt tijd voor om mee op te nemen. En zoals beloofd, ik was er dan een beetje vergeten alweer in de vorige afleveringen. Zei ik van ik ga ermee opnemen. En toen had ik een heel schema gemaakt en daar zat u er niet in. In ieder geval, we hebben hier politie stop. We hebben hier politie volgen, of eigenlijk alleen volgen, maar daaronder staat politie, dus je snapt wel dat het politie is. We hebben zoeklicht, lekker fel. En we hebben oranje. En de kofferbak kan open. En daar zit een kast, en dat ding ben ik nog steeds niet helemaal achter wat het is. Maar het hoort er wel. Als je blauw inzet, zit hier oranje in. Laten we straat op gaan, het regent, het is ja december, dus het wordt een regenachtige dag. We hebben ons petje op en we blijven zoveel mogelijk droog zitten voor als het kan. Maar ja, in december is altijd zo'n weertje van, als het net niet te koud is voor sneeuw, gaat het zo ontzettend kut regenen. Dus ja, ik weet niet hè, nogmaals voor de mensen die het nog steeds niet snappen, ik neem op in, wat is het vandaag? In november, 15 november, neem ik dit op. Dat betekent dat ik niet kan weten wat het weer is als dit filmpje online komt. Want het filmpje komt, zoals jullie weten, in december online. Dus het kan zomaar zijn dat het filmpje online komt en ik nu zeg dat het regent, maar het is keihard aan het sneeuwen. Of het is zo zonnig als wat, ik weet het niet. Maar, mijn ervaring leert, als er geen sneeuw is, is het wel regen. Of natte sneeuw, zo net tegen de grens. Oh. Ja, dankjewel, idioot. Of was dat mijn fout? Weet ik niet, boeit mij niks. Ja, Vito is de nieuwe politieauto die ze gaan gebruiken. Het wordt de vervanging van de Transporter T5, T6, T4. Misschien, ja, dat. En dan krijg je de B-klasse. Die hebben ze ook gereleased. Nee, weet ik al niet of die gereleased is. Nee, nog niet. Dus het wordt eigenlijk de Vito en de B-klasse. Dus daar gaan we mee doen. Links komt iets en ik wacht even wat er komt. Een motorrijder zonder helm. Hoge snelheid, het is spiegeltje glad. Dat is niet echt veilig natuurlijk. Stop voor staat aan. Als we naar het interieur hier kijken, dan zien we daar stop knipperen. Hij is op smoel gegaan. Hallo, even staan blijven. Kom eens hier. Kom eens hier. Stoppen. Goed zo. We gaan naar die zien. Of rijbewijs. Motorrijbewijs. Motor. Oké, kenteken is overheen gekrast. Niet meer echt te lezen. Maar dan halen we nog wel iets uit met de kenteken scanner. Ja, oké. Even kijken. Goed, waarom rij je zo hard? Hij is niet de eigenaar. Van wie is de motor? Want hij staat niet op jouw naam. Doe een helm op. Doe iets aan dat kenteken. De eigenaar van, de motor wordt gezocht. Maar ja, ik kan er niks mee. Ik wil lekker hier. Wordt iedereen boos op mij. Rijgedrag krijg je wel een bekeuring voor. Het staat echt helemaal nergens op. Ze hebben net een aanrijding gehad. Dus duw zijn kleding, je helm zet je op en je gaat naar huis en je geeft die motor terug aan de eigenaar en zegt tegen de eigenaar dat ze zich melden op het bureau, want daar wordt nog gezocht. Ja. Fijn dat verder. Dus melding. We zijn neergeschoten. Eens kijken. We zijn met de ambulance. Gaan we naar persoon neergeschoten. Ik hoor de ambulance al. Eerst prio 1 melding met de Vito. 20, in route, responding code 3. Proceed with
Ambulance zou ter plaatse zijn. Aan de kant. Of ter plaatse komen. Ambulance is ter plaatse. Hier staat helemaal vast. Dus we gaan even. Waar is het slachtoffer? Let op met mijn Vito. Ah, daar ligt iemand. Ah nee, daar ligt gewoon iemand met een motor weer die onderuit is gegaan. Zoek even samen naar het slachtoffer, want ik vind geen slachtoffer. Ik zie niemand liggen. Ah, hier. Ja, dit is weer zo irritant. Ergens hier, als je F11 drukt, dan komt er iets op de achtergrond. En, oh, wacht, ik moet de Griekse ei indrukken. Dan op de achtergrond komt iets en ik weet niet wat. Maar als ik dan een kogel weer in het vest aan wil doen. Dan, ja, dan stel ik allemaal dingen in via de settings en zo. Dus ik snap echt niet wat ik in moet stellen. We beschermen hier de ambulance. Voor mogelijke daders die zomaar hier ons kunnen gaan aanvallen. Een lijkschouwer gaan we oproepen, want het slachtoffer die is overleden aan zijn verwondingen. Daar is de lijkschouwer al. Mooie Vito, hè? Mevrouw? Nee? Oké, okay. Die wilt dan natuurlijk oversteken, sorry hè. Oh, een fotootje maken. Goed, en wij gaan weer door als het lijk is, of als het als de persoon, ja zo. Nou, oké, overleden van een hoge val staat er. Maar we weten allemaal dat de melding was, iemand neergeschoten. Goed, ik ga door en drogen. Oké, we zijn, ik was even natuurlijk aan het kijken wat de reden was dat F11 ook nog een ander minuutje open. Ik weet waarvan het is, nu wordt hier iemand overvallen. Met een vuurwapen. C, een eentje erbij. Die met een vuurwapen wordt geschoten. Waarom kan ik niet raken, joh? Oh, en wij raken ons meteen. C, spoedassistentie. Noodknop. Shit. Is de noodknop. 12-02-07, hij raakt ons goed, joh. Er wordt geschoten, eenheden zijn te plaatsen, zit in een vuurgevecht. Ja, verdachte neer. Herladen. We zijn goed geraakt. En ambulance te plaatsen. Verdachte uitschakeld. Wapenveilig cellen, verdachte uitgeschakeld. C, dankjewel. Meerdere eenheden is hier ter plaatse gekomen voor mij voor een noodknop die ik had ingedrukt. Met 2 maal geraakt in mijn arm, 3 maal denk ik. Komt de ambulance ter plaatse, die gaat mij beoordelen op mijn verwondingen en eventueel beter maken. Dus daar wachten we even op. Ondertussen was er achter een gijzeling, maar die wordt opgelost. Het slachtoffer die is weggerend, die zal zich nu vooral geschrokken zijn, maar later beseft hij zich ook dat hij beter even op het bureau kan melden van ik was de slachtoffer van die wapenoverval. De meldingen gaan gewoon door, mocht het echt iets zijn, dan gaan we er uiteraard heen, maar voor nu laat ik eerst even de ambu komen. Hij komt naar mij. Yes, dankjewel. Ik ben weer helemaal tot leven. Mijn schotwonden zijn weg. Dus dat betekent dat wij weer door kunnen. Dankjewel. Een bericht voor alle wagens. Gaan we naar eens kijken. Oh, we zijn... Oké, ons raam ligt eruit. Zo, daar ging ons raam. En meerdere kogelgaten. Hier zou een fietser zijn. Die denkt, ik heb net een fiets gestolen. En wij gaan er... ik ga daarmee weg. Deze melding
Het is zo dat het waarschijnlijk een lokfiets is, want we kunnen precies zien waar die zich bevindt. Dat is hier links van mij. Hier spreekt de politie. Zet uw voertuig op de vluchtstrook. Oeh, hij is slim. Snel, joh. Oké. Okay. OC, we zitten achter een fietser aan. Op dit moment heb ik geen assistentie nodig, maar tot u het weet. Waar is je? Ah, daar. Staan blijven. Hier komen. Waar ben je? Met je eigen fiets hou ik je bij deze aan. Mag je stoppen, hier komen. Staan blijven, goed zo, heeft geen zin meer. Stop maar gewoon. Ben aangehouden, ga mee naar bureau voor diefstal van een fiets. Ja? Goed zo. Een bericht voor alle wagen. Kom maar even met mij mee. Ik zal even iemand ik zal hem even vervoeren naar het bureau. Kunnen jullie dat ook zien? Zijn jullie ook blij? Want dat ziet er dan, daar gaan een gestolen auto. Ja, dat is jammer, dan kon ik daar niet achteraan, hè, jongens. Nope. Schuif de deuren open, alsjeblieft. Sesam, open nu. Nee, dat is wel. Oké, we gaan... Ja, prio 2? Een reanimatie, ik dacht het niet. Reanimatie dus, zoals jullie al mee hebben gekregen. Maar dat blijft op prio 2. Wist ik ook niet hoor. Logisch. Oh, ja, tuurlijk. Sloopt de Vito maar weer. Het is hier boven mij, blijkbaar. Hier ligt iemand. Niet gezond, als je hier ligt. Wel mooi bij de pijl zo. Wat we eerst gaan doen, veilige werkomgeving. Dat betekent F6. Let op alsjeblieft. Ja, dat zit weer niet meer. Ik zag laatst in, de video met de Touran 2011. Zat ik achter een voertuig aan en die knalt op een witte auto. En in die witte auto zat helemaal niemand. En toen ging ik kijken en inderdaad, dat viel mij niet op. Dat viel iemand in de reacties op. Dus shout-out naar jou die dat was. Weet je zelf wel. Maar ja, dat viel mij dus echt niet op. Meneer, hoort u mij? Ik geloof dat ze gewoon die hele pijl over hem heen hebben getekend. Want zoals je ziet... Goed. We gaan de reanimatie starten. De reanimatie is gestart. Gaan we om ons te plaatsen. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Medical aid requested on Olympic Freeway. 32 is het. Van het ziekenhuis. Rijdt alsjeblieft prio 1. Oh, nu gaat het mis. Oh, waarom pompen we wapen over eens? Shock, piep, zo. En hij leeft, zomaar, opeens. Heel onlogisch. Ik ga die ambulance niet meer laten komen. Want wat het logische bij deze reanimatie is, en de reanimaties in GTA 5, ze worden wakker, ze staan op en ze gaan weer vrolijk verder. Dat kan dus absoluut niet. Maar dat mag allemaal. Ik hou meteen een vuurwapen tegen zijn hoofd. Zo, die heb ik echt weggedaan. Ja, gaat hij weer.
Ik denk niet dat ik een ambulance nodig heb. Je hebt net een hartstilstand gehad, je hebt net je bent net gereanimeerd, je ribben zullen wel gebroken zijn. Ja, lekker gezond, maar hij heeft geen ambulance nodig. Dus dan gaan we door toch? Of niet? Dan krijg je meteen een nieuwe melding en dat wordt 1. Zullen we eens aannemen? Dat kan niet. Nee? Komt niet in beeld melding. En we zijn weer terug. Even op het bureau meteen een nieuwe frisse Vito gehaald. Dus geen kogelgaten, geen bloed erop. En het is gestopt met regen. Dus helemaal super allemaal. Dus we gaan nog even door. En ja. Even kijken wat ik nog wil gaan opnemen. Met kerstmis in ieder geval komen er wat video's natuurlijk online met betrekking tot kerstmis. Eerste kerstdag, tweede kerstdag komt een video online. Verrassing nog wat, et cetera. En dan, ja. Ik heb al bijna de hele maand december gevuld met opnames die ik nu in november allemaal ben aan het opnemen. Dus eigenlijk is het vrij saai. En niet altijd even leuk als je nu al voor kerstmis bezig bent. Met in de kerstsfeer moet je nog echt nog komen. Maar eigenlijk ben je wel al bezig met filmpjes te maken voor kerstmis. Dus ja, dat is wel jammer, maar dat is ook wel fijn. Tot als er eens een keer wat met mij zou gebeuren. Ik zeg niks ernstig, maar gewoon een week ziek of echt geen zin om op te nemen. Dan kan dat. Dan heb ik gewoon een week lang nog reserve. Oh my god, ik heb weer de verkeerde melding aangenomen. Ik zie jullie zo. Goed, daar zijn we weer. We gaan nog even door. Ik wou eigenlijk al stiekem stoppen, maar ik zie het wel erg kort tijd. Ik heb net opgenomen, zoals je ziet op de kaart, staat voor mijn collega en links van mij een verdachte. Wat daar aan de hand was, is dat ik in een achtervolging zat van een gezocht persoon. Ik ben ook flink aangereden. Op de snelweg wou ik die aan de kant zetten, persoon. Ik draaide links omheen en ik word vol aangereden door een voertuig wat snel ging op de snelweg, logisch. Maar toen op dit moment, op deze plek hier, deze weg, die hele weg hier rechtdoor, staat wel eens bij mij bekend om tot hier de hele map verdwijnt en alles doorzichtig wordt en je niks meer ziet. Dat was nu het geval. Dus de verdachte daarachter, die reed eigenlijk gewoon dus door helemaal niks. Je keek zo omlaag door de grond, et cetera. Jullie kennen het vast wel. Met gevolg dat de mevrouw eigenlijk door een gebouw heen rijdt en op dat moment het gebouw weer terugkomt. Dus mevrouw in het gebouw zat, ja. Oftewel, mevrouw had zichzelf verstopt in de garage. AT is daar nu ter plaatse en die lossen het op. We moeten er iets van maken. Maar, ja. Dat dus. We gaan naar een Prio 2 melding. En dat is wat helemaal anders dan al die actie, dit, dat. We gaan naar een... Ja, oké. Goed, doet Volvo, mag ik er langs, dankjewel. Of ertussen, beter gezegd. Normaal krijg ik altijd de meldingen, Prio 1 dit, Prio 1 dat, Prio 2 inbraak, Prio... of Prio 1 inbraak dan wel, maar Prio 2... weet ik veel. Maar nu gaan we eens naar een Prio 2'tje, een taakje. Eigenlijk een Prio 3 dus. Want... voor de mensen die het niet snappen... of nog niet weten. Je hebt eigenlijk prio 1, zwaarlicht en sirene. Of helemaal niks, maar wel met dikke spoed. Bijvoorbeeld bij een inbraak. Dat je dus geen blauw aan wilt en geen sirene. Dan heb je prio 2. Dat is geen spoed. Wel vrijstelling. Dus je mag door rood. Je mag inhalen waar het eigenlijk niet mag. Je mag van alles. En nee, ga me nou niet in de comments wijsmaken dat prio 2 met alleen zwaarlicht is. Dat is onzin. Want ik heb het zelf aan de politie gevraagd en hun zeiden mij dit. Nu maak ik gebruik van prio 2. Maar eigenlijk, de vrijstelling heb je dus altijd. En je hebt nog prio 3. En dat is niet zonder spoed, et cetera. Wat mensen denken, dat is wel zonder spoed. Maar, wat de politie hier in Maastricht mij zei. Want ik vroeg het ze, omdat jullie het zo vaak zeiden tegen mij. Van ja, dat klopt niet wat jij zegt. Ik heb dus gevraagd, prio 3 is eigenlijk dat je een taakje hebt. Wat binnen 24 uur moet worden afgehandeld. Dit vind ik een taakje wat binnen 24 uur moet worden afgehandeld. Want hier is bekend dat in een busje, wat wij zo gaan tegenkomen. Dankjewel. Een illegale radio verbinding aan de gang is. Nou, nu wordt dat, dat busje is gespot. Hier in het gebied. Ik kan zomaar zijn dat het hier is. Zit daar iets in? Nee.
We zoeken dus een minivan. Wat ik zo begreep. Maar dat is eigenlijk deze melding, is bekend, wordt vaak bij de wijkagent gelegd, een prio 3. Van kijk, op dat adres moet een aangifte worden opgenomen, binnen 24 uur kun jij dat even in jouw wijk doen. Ja, dat is dus een prio 3. Maar voor nu is het dus tot er een busje met illegale radio dingen gespot is. En wij gaan die even aanspreken als er iemand bij is en anders afslepen. Neem aan dat dit te missen hoor. Target last reported in a vapid minivan. Oh shit. In the Maze Bank Stadium. Hij is gaan rijden. Ik ben... Ah, sorry meneer. Echt sorry. Hij leeft nog. En er viel een paal op hem, geloof ik. Hij is gaan rijden. Dat betekent dat hij mogelijk voor ons op de vlucht is, want we zijn hem dus wel gepasseerd, denk ik. Rechts heeft sowieso altijd vrije doorgang als het kan hier in Amerika. Vrij. En vrij. Of hij rijdt snel of wij hebben hem weer gemist. Oké, okay, nu is hij echt 1 kilometer hier vandaan. Nu heeft hij echt kilometers kunnen maken. Een kilometer letterlijk, maar... Ja, dat is het... Het moeilijke, je weet niet hoe die uitziet, je weet niet waar die heen rijdt. Maar hij is dus mogelijk op de vlucht van mij. Daarom gaat er nu wel wat haast achter zitten. Ja, wat doe je nou allemaal joh, pannenkoek? Ah, het wordt hier druk. Druk. Links erlangs. Links vrij, oké. En rechts erlangs. En als ik zo kijk naar zijn plek waar hij voor het laatst is gezien, is dat op deze weg. Dus gaan we het gokken om naar rechts te gaan? Jazeker. Oh, sorry. We hebben groen, dat is mooi. Is dat hem toevallig? Dat is een kleine, zo'n Amerikaanse minivan. Alle ramen zijn eruit. Die valt wel op deze in ieder geval. Nou, die heeft gewoon een aanrijding gehad, denk ik. Ja, we wachten hier weer even. Ik hoop dat hij deze kant is opgereden. Anders kunnen we weer hier achter hem aan gaan. Ik zie jullie zo als ik een nieuwe locatie heb. Oké, we hebben weer een locatie. Nu de snelweg op. Dus hij is niet rechtdoor gegaan waar ik net reed, maar hierop. Ah, nu rijd ik verkeerd. Achteruit. Vooruit. Hier. En dan is er gelukkig nu maar één weg waar hij op is gegaan. Want hij zat duidelijk op zijn op de locatie die ik door heb gekregen, zat hij duidelijk op een weg rechts afslaan. Dus het kan niet zijn dat hij weer links of rechts op de snelweg ging. Duidelijk ging hij rechts op. Mijn hele theorie van prio 3 klopt nu echt niet meer. Want hij gaat echt duidelijk of hij is aan het uitzenden. En tot hij in heel de stad is aan het rijden. Maar voor nu... ga ik toch echt even ervan uit dat hij wel een beetje door heeft dat de politie achter hem aan zit. En wil ik een beetje snelheid maken om eindelijk eens bij hem in de buurt te komen. Want anders zijn we nog een uur bezig. Wai. Zo jammer altijd hè. Ja.
Lekker dan. Als hij nu rechts is opgegaan, zijn we alweer de lul. Maar voor mij is een minivan zo'n dingen, die linkers. Dat zijn echt voor mij de Amerikaanse minivans zoals ik ze ken. Zo eentje wat nu voor mij rijdt. Is er weer die gast met zijn raam kapot achter? Oh nee. Ha, ik wacht er even. Ik zie jullie zo weer als ik meer informatie heb waar die naartoe rijdt. Ja, oké. Hij zit hier op deze snelweg. Dat staat nu vast. En nu ga ik daar echt... En rechts ga ik hem echt pakken. Oeh, dat was weer een tikje. Hier moet hij rijden, hier moet hij echt in de buurt zijn. Oh, daar gaat mijn controller. Oh, daar heb je weer geluk. Kan heel zo ver zijn, ja. Oh, een bord, sorry bord. Hier staat een paal, ja die heb ik gezien, rustig maar. Lekker pik. Heb ik hem nou, ben ik dan al langs gereden? Ik ben langs gereden. Dit was hem. Stop voor sedan. Hey. Wat doe je nou? Kom hier. Wow, wow, wow. Ik ben dood. Ik ben dood. Ik ben dood. Pot non de jus. Wat een stommer ik ben jij. Als ze een verdachte heeft ons beschoten, is uitschakeld. En wij gaan deze video beëindigen. Wat een stomme video. Tot de volgende. Doei.